Ik denk wel dat het op een gegeven moment echt misgaat. Dat we nog een oorlog gaan krijgen. Bij ons? Op grote schaal, ja. Ook, dat zou heel goed ook bij ons kunnen. En iedereen zegt van nee, dat kan niet gebeuren. En dat is precies ook wat we hier ook zeiden. Van nee, dat kan hier nooit gebeuren. En toch. Vedran was born in former Yugoslavia. In 1991, the civil war broke out and he was only 12 years old. He and his family had to flee to the Netherlands. Nederland had je er nooit van gehoord of zo. Tenminste, hier is het. Wel dat het er was, maar verder wist je er ook niks van. En, opeens zat je gewoon hier. Meteen maandag naar school. Volgens mij kwamen we het weekend hier en maandag moest ik alweer naar school. Begon het schooljaar, dus dat was vreemd. Maar mensen waren wel heel aardig. Een Kroaat. Ja. Nee, dat blijft altijd. Dat is gewoon, ja, ik weet niet. Ik voel me hier wel meer, misschien nog wel meer thuis dan daar, maar het is, ja, ik weet niet. Dat is waar je vandaan komt. Vedran is now going back to the place where he grew up, together with his band members from the start. Als kind was het gewoon goed te doen. Het was volgens mij ook niet anders dan in Nederland voor een kind, denk ik. Ik weet dat de sfeer steeds grimmiger werd of zo, ook met voetbalclubs en zo uit Servië, Kroatië. En dat mensen het erover hadden dat ze liever hadden dat Kroatië zich ging afscheiden. Serviërs vonden, ja. Ja, dat het op een gegeven moment was het wij-zij gevoel opeens. En dat vond ik heel raar. Dat kwam steeds meer op. Dat op een gegeven moment de Servische buren anders tegenaan gekeken werd dan de Kroaten en zo. En dat uiteindelijk mondde dat uit tot een oorlog. Ook in Kroatië is vandaag weer zwaar gevochten. Volgens de Kroaten heeft het federale leger met MiG-gevechtsvliegtuigen bombardement uitgevoerd. En veel gebouwen zijn vernield. Het centrum van de stad zal opgetroffen zijn. Hier was gewoon echt spoorovergang en dan kon je daar. Precies achter dit gebouw is een hotel en twee tennisbanen. Daar had ik altijd les. En daar is het ook begonnen toen ik 's middags aan het tennissen was. Toen op een gegeven moment hoorde je allemaal explosies. En ik was echt zo, wat is dit? En toen zei de tennisleraar van, ga maar naar huis. Want, in mijn eerste instantie waren we gewoon door aan het tennissen. Zo van, ja, er is niks aan de hand. En op een gegeven moment duurde dat. En toen zo van, ga toch maar naar huis. Oh. Toen is de markt beschoten. Je hoorde het wel, maar je wist. Het was voor het eerst. Dus je wist ook niet wat er aan de hand was. Maar toen het een paar keer achter elkaar doorging, zo van. Het bleef maar doorgaan. Toen was het wel zo van. Nou, het is nou wel serieus. Ik ga even kijken bij de buren. Want die hebben de sleutels van het huis. Mijn pa zei meteen van, we moeten hier zo snel mogelijk weg zijn voordat we helemaal niet meer weg kunnen. Voordat ze alle wegen afsluiten en zo. En, ja, de eerste paar dagen dat de bombardementen waren, toen zijn we al meteen gegaan. We hebben een paar nachten in de kelder doorgebracht. Dat was eng, gewoon. Want het was echt zo, dat was geen kelder, het was geen leuke kelder. Het was gewoon waar je, weet ik veel, aardappelen in bewaarde met beschimmelde muren. En dit is gewoon zoals het was. En dan hebben we hier gewoon een matras neergelegd. En zijn we met z'n allen hier? Ja, twee matrassen hier. En
Maar twee zeg maar volle dagen of ging je af en toe even naar buiten om te kijken hoe het was? Hoe... Ja, als het dan even stil lag, dan ging je gewoon... Snel plassen. Dat was zo heftig, de hele tijd gewoon... Ja. Ik weet nog dat mijn ouders zeiden van... Ik zei van, moet ik dat meenemen? Waar gaan we naartoe? Ja, we gaan gewoon naar de familie en... doe maar alsof je op vakantie gaat. Nou, hoe is het dan? Hoe kun je dan vluchten? Je stapt toch niet zomaar in de auto en van we rijden weg, toch? Of wel? Ja, toen het eventjes rustig was, was het van snel weg. Maar dan neem je wel een risico, toch? Ja, dat je mensen tegenkomt ofzo, of hoe? Ja, het was maar als je naar het westen ging, dan kwam je gewoon het Kroatisch leger tegen. Ja. Nee, dus vlucht gewoon die kant op. Ja, het blijft je gewoon... altijd bij, dat kan je gewoon, ja, daar kan je gewoon niks meer aan doen. Dat er gewoon soms gewoon hele huizen weggevaagd zijn, gewoon met fundering en al, gewoon één bom, gewoon alles weg. Dat was de kelder niet genoeg. Dat heb je ook meegemaakt, of was dat later? Dat heb ik ook meegemaakt, ja. Zeker. Waar ik vaak aan terugdenk is, denk ik, hoe het gegaan is en waarom dat zo gegaan is. En daar kan je eigenlijk ook geen antwoord op geven, dat het gewoon zo... moeilijk geval is, maar dat je dan wel probeert te beseffen van de manier waarop dat gegaan is, dat mag eigenlijk niet weer gebeuren. Zoiets. Ja, ik ben heel benieuwd wat jij had gedaan als er hier geen oorlog was geweest en je had hier nog gewoond in het huis hier. Ja. Wat jij dan was geweest? Ik heb een ander leven. Qua beroep en alles. Ik heb hier natuurlijk gezien hoe makkelijk dat gaat, dat mensen... elkaar gaan wantrouwen en dat er opeens wij-zij dingen ontstaat. En dat, dat baart me zorgen. En ik denk dat we dat juist door elkaar proberen te begrijpen, te luisteren naar elkaar, dat misschien wel anders zou kunnen. Ik kan me niet voorstellen dat ik... anders over die mensen om me heen in Aalten zou kunnen gaan denken. Of dat zij anders over ons kunnen denken door onder invloed van wie dan ook. Maar als dat verder van je af zit, dus wat ik wel zie dat als die vluchtelingen bij elkaar gezet worden ergens. Je zondert ze af van de gemeenschap. Dan krijg je dat natuurlijk wel omdat je nooit in contact bent met elkaar. Je moet dus in contact blijven met elkaar en die mensen leren kennen. En daarna kun je misschien een oordeel geven van dit is wat ik vind. Maar daarvoor kan je niet gaan oordelen. Dat hele ambassadeurs van de vrijheid wil zo'n helikoptervlucht, dat kan mij gestolen worden. Dat we overal mogen spelen, dat kan altijd wel. Maar dit is wel... Dit vonden wij gewoon als band belangrijk om dit te vertellen. Hij vraagt of we Slivovice willen. Constant in gesprek zijn met anderen en elkaar... naar elkaar luisteren en elkaar proberen te begrijpen. Dat is... Ja, dat is het enige wat je kan doen. Het is gewoon niet zwart-wit. Het is nooit zwart-wit. Nooit. En dat wij-zij, dat bestaat eigenlijk gewoon niet. Dat is het hele punt. Dat moet er gewoon niet zijn. Zeveling. Zeveling? Ja. Nou, wie naar Nee. Nee. Nature is uniek.